Nou, de Lauwe heer, ik heb geen idee, dus ga ik het opzoeken. En ik hoop dat je niet iets vies of wat dan ook hebt teruggezet. Oké, okay, ik ga zoeken. Oh, godverdomme! Lauwe heer, je bent echt vies, man! Yo dames en heren, ik ben Tobo en welkom bij de tweede QA. Jullie hebben vragen voor mij en ik ga ze proberen te beantwoorden. Laten we meteen naar de allereerste vraag gaan: wanneer komen er nieuwe video's? Nou, zonneman, dit is een video en ik had een probleem met uh, de computer. met uh, met de codering software, maar dat is nu allemaal weer opgelost. Dus ik kan nu lekker volop tegenaan. Dus er komen weer een heleboel nieuwe video's. Stay tuned en subscribe. Vraag nummer 2. Heer Toboff, wat gaat u doen naar uw middelbare school? Het enige wat ik eigenlijk tot nu toe weet, is dat ik uh, sowieso een vervolgopleiding wil gaan doen. Op een uh, hogeschool. Ik denk dat het iets met biologie en computers gaat worden. Dus misschien biotech. Uh, ja, astronomie, dat uh, gaat er niet meer worden. Want ik ben echt niet zo goed in wiskunde. Ik doe wiskunde aan. Het gaat goed hoor met wiskunde. Ik heb onlangs net een 7 gehaald. Maar wiskunde B, nee dat kan niet. Ja, biotech. En als dat niet zou kunnen... Misschien iets met game design, programmeren, software. Dat, ja, dat, dat lijkt mij wel leuk. Vraag nummer 3. Ken je Davy Bos of Tim Holleman? Eva, die ken ik niet, maar Tim Holleman. Uh, ik zit bij hem in de klas economie. Ja, meer weet ik niet van hem. Een klasgenoot van mij. Is wel eigenlijk wel grappig, ja. Vraag nummer 4. Hoop je op een dag op PewDiePie te liken. <laughs> ik hoef geen uh, grote baat hoor. Uh, nee dankje. Nee, ik hoef echt niet op PewDiePie uh, te liken. Nee. Vraag nummer 5. Kijk jij anime? Nee, ik kijk geen anime, Flores. Nee. Wat ik wel kijk is uh, science fiction, zoals uh, Doctor Who op de BBC. Ik kijk Game of Thrones. Uh, ja, toch wel actie science fiction. Ik kijk er geen geen Nee. Vraag nummer 6. Heb je je telefoon wel eens laten vallen? Ik heb mijn telefoon slechts twee keer laten vallen als deze telefoon, de Samsung Galaxy S4 Mini. Ik ben hartstikke blij mee hoor. Uh, die heb ik twee keer laten vallen. Eén keer hier in mijn kamer op het tapijt met het hoesje dicht. Geen problemen gehad. En één keer op school was ik aan het lunchen. Was ik aan het WhatsApp om, uh, ja, om te kijken of er iets bijzonders was. En toen een heel raar bro, En toen viel die precies in mijn tas. Dus niet op de uh, vloer. Ging ook gewoon goed. Verder heb ik uh, mijn telefoon nooit laten vallen. Vraag nummer 7, sick clip. Dankjewel Flores. Vraag nummer 8, vind je hier een nieuwe klas leuk? Ga je hierna nog VWO doen? Ik heb geen vaste klas. Ik zit nu in 4 HVO en dan heb je allemaal klassen door elkaar. Maar ik heb uh, wel gezellige klassen, ja. We kunnen goed met elkaar omgaan. Eh, uh, ja, we praten met elkaar. Gewoon fijn. Ja, gewoon een prettige klasse. Ik ga hierna geen VWO doen. Ik ga, heb ik misschien net gezegd, een vervolgopleiding doen op een hogeschool. Ik ga dus denk ik HBO doen. Gaat dat helemaal goed? Dan ga ik misschien een baan zoeken. Of naar de universiteit. En als ik naar de universiteit wil, ga ik via HBO. Ik ga niet via VWO. Vraag nummer 9. Wanneer? Ben je begonnen met Clash of Clans? Nou, in ieder geval. Een jaar. Eén jaar. Ik heb het volgens mij begin tweede. Nee. Nou, ongeveer anderhalf jaar. Laten we dat gaan zeggen. Ja. Anderhalf jaar in mijn Clash Royale. Twee maanden nadat het uh, uitkwam. Ja. Vraag nummer tien. Speel je Pokémon Go? Nou jongeman, man, ik speel al Pokémon. Sinds ik. Uh, ja, nu niet meer, maar toen ik 4 of 5 was, had ik het Pokémon op de Nintendo. En toen hoorde ik dat Pokémon Go uit zou komen. Ik heb het meteen geïnstalleerd. En ja, ik speel Pokémon Go. Ik pak het even erbij. Zoals je ziet, ik ben Tobolf samen met mijn lieve Dratini. Ah, uh, en ik ben level 9. En ik ben team Viller. Wow! Oh ja, bij mij op school heb je ook een zin. Dat is op zich wel leuk. Nou, kijk even wat je wilt zien. Huppakee, ik heb er niet zoveel. En mijn Pokémon's. Ik heb er niet zoveel hoor. Maar dat zijn deze. Focus. De staks is mijn Pidgeot. En uh, ja, dit zijn mijn Pokémons. Hier. Maar ik denk. Uh, ja, dat is het. En mijn favoriete Pokémon, als je dat graag wilt weten, is Piplup. Oh, ik kan een Pokémon van de. Oh, Oké, okay, ik ga door. Vraag, nummer. Geen idee. Wanneer maak je een Engelse video? Zo gaaf, Minecraft. Je hebt veel vragen. En onze video wou ik eigenlijk meteen beginnen als ik mijn nieuwe computer heb. Nou, die heb ik. Ik heb ook een nieuwe camera. Maar door die uh, softwarefout in Windows 10 dat ik niet kon opnemen heb ik een vertraging van bijna twee maanden gehad. Ik ga nu zo snel mogelijk beginnen met ons kanaal. Ik moet alleen nog bedenken wat ik op mijn Engelse kanaal graag wil gaan doen. Volgende vraag: op een schaal van oranje tot donderdag. Pasta saus. Pasta-saus! Volgende vraag. Wie is je favoriete YouTuber? Uh, mijn favoriete YouTuber, los van mij... Ehm... Uh, ik denk toch Don, oftewel Game meneer. Hij heeft gewoon echt droge humor, hij speelt spelletjes en ja... Dat is mijn favoriete YouTuber. Volgende vraag. Komt er nog iets van Peter? Die zijn het eens bekijken. Hij maakt diezelfde uh, gameplays op YouTube. Ik wil die kerel wel volgen. Uh, ja, uh, uh, Peter en ik zitten samen op uh, dezelfde school. Maar we, uh, ja, we zijn nog nooit uh, tot, nu, tot nu toe op het idee gekomen om weer nog een video te maken. Dus misschien binnenkort, ik ga het hem vragen. En ik heb geen idee of hij een YouTube kanaal heeft. Sorry. Ja, Peter. Kijk je deze video? Je mag je YouTube-linkje wel achterlaten hoor. Volgende vraag. Heb je vrienden? Ja, Ik heb vrienden. Ja. Volgende vraag. Hoe heet je je laatste vriendin? Ik heb nog geen vriendin gehad. Dus ik heb ook geen laatste vriendin. Dus uh, vind je mij leuk. Laat je hem maar achter. Volgende vraag. Hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar oud. Volgende vraag. Weet jij wie of wat een lemon party is? Nou, de lauwe heer. Ik heb geen idee. Dus ga ik het opzoeken. En ik hoop dat je niet iets vies of wat dan ook hebt teruggezet. Oké, okay, ik ga zoeken. Oh, godverdomme. Lauwe je bent echt vies man. Ik moet het zelf sensoren. Pff, wou je soms dat ik uh, weer word gestreikt vanwege een uh, sensor? Oh. Heb jij nou genoten van deze QA? Plan deze video dan met een duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Laat ze gerust achter in de reacties. En ik zal ze beantwoorden via mijn computer. Vind je mij helemaal leuk? Dan kan je hiernaast. Hier kan je abonneren. En hier gewoon. De vorige QA. Die is wel heel erg oud. Maar daar heb je andere vragen. Nou, dat is helemaal mooi hè jongens. Ik zie jullie bij een speciale video. Want met. over Clash of Class gesproken. Bij Clash Royale heb ik iets bijzonders. Daar gaat namelijk de volgende video over. Dus abonneer op mij, like deze video en dan zie ik jullie de volgende keer. Later!